Maar zonder dat het uiteindelijk niet in 3-3 eindigt, want dan had het een helemaal een mooi slot geworden, denk ik. Ja, zeker. Hadden we wel verdiend op basis van de tweede helft. Jezelf leek natuurlijk helemaal nergens op. Dat was echt heel matig. Wat ik zei, dat lag ook een beetje aan mezelf. Bepaalde keuzes gemaakt in de opstelling. Ter behoeve van geen schorsingen. Jongens een gunfactor geven. Maar dat pakte gewoon heel slecht uit. In combinatie met een hele slechte instelling, eerste helft, was dat heel matig. Dus in de rust waren met name deze woorden duidelijk. En nou, kwamen er beter in. Wissels vielen goed in. Uiteindelijk moet je jezelf belonen met 3-3. Dat is dan misschien ook wel weer typisch dat zo'n Peringon daar staat bij ons. Het is misschien ook wel een lastige wedstrijd als alle beslissingen gevallen zijn bij ons, bij Volendam, om dan nog eens een wedstrijd te spelen. Aan de andere kant kan je ook heel vrij het veld in allebei. Ja, dat klopt wat ik zei. Het was ook een combinatie van voorbereiding, Gugnabica, de opstelling zelf. Op rechtshalf natuurlijk moeite met Soe. Dus dat is een combi daarvan. Dus ja, ik zeg, ik ben wel blij dat ze de tweede helft karakter hebben getoond en terug zijn gekomen. Want dat typeert ook wel ons seizoen. We hebben altijd een goede teaminstelling, dus dat kwam de tweede helft goed pas. Ja, dat typeert misschien ook het seizoen dat die 3-3 er dan net niet in gaat op het einde. Ja, zeker. Als we eerlijk zijn, typeert dat natuurlijk wel. Ja, met name onze spitsen, die hebben het gewoon moeilijk gehad dit seizoen. En het valt ook niet altijd mee, maar ja, daarin is ook te weinig kwaliteit gebracht dit seizoen. Gewoon dit soort ballen, zeker als je je verantwoordelijkheid pakt. Nou, dat is wel hartstikke goed, vind ik positief. Dan kan je missen, maar... Ja, het is wel heel zuur. Aan de andere kant denk ik, als we terugkijken, dat we gewoon heel tevreden mogen zijn. Een goede prestatie neergezet. We zien ook vandaag weer 300 supporters mee. Excelsior leeft wel. Ja, ik vond het wel mooi. Zo'n laatste wedstrijd. Ik zat op de bank. Ik hoop eigenlijk dat elk jaar volgend jaar een uitwedstrijd zo'n volle vak is. Want het geeft toch ons extra steun. En dat zou erg prettig zijn. Maar mooi dat ze vandaag waren. Mooi seizoen gehad met z'n allen. Mooi gefietst vorige week op het veld wat goed past, vind ik, bij Excelsior. Goed even terugblikken nog met staf. En dan vakantie vieren, maar ook zorgen dat de selectie weer op peil komt. Want er zal wat vertrekken, er zal wat bij moeten. Met name voorin hebben we een uitdaging. Dus dat is ook wel weer interessant. Ook dat is Excelsior. Je moet ook gewoon weer aan de bak om weer goed aan de aftrap te verschijnen. Ja, nee, natuurlijk. Kijk, Niels van Duin is al natuurlijk op de achtergrond volop bezig. Ik heb me tot nu toe wat minder mee bemoeid. Dat zal vanaf volgende week ook weer zo zijn. Ik heb daar gelukkig ook een belangrijke stem in. En dan vooral op zoek naar jongens die ambitie hebben om te ontwikkelen. Die op zoek naar speeltijd zijn. En wat minder naar het financiële plaatje kijken. Dus ik denk dat die er genoeg zijn. Eerst even opladen, neem ik aan. Na dit seizoen. Zeker opladen. Het was heel zwaar. Voor mezelf ook. Dat merk ik heel goed. En gelukkig hebben we nu wat langer vrij. En weten we... Ja, met name ook wat er gevraagd wordt in de Eredivisie. Ik denk die bagage, ook een staf zijn en nu meenemen, is al een heel groot voordeel. Dit was toch een beetje een ontdekkingsreis weer voor mij ook. Ja, dus in die zin hebben we ook goede ervaringen en gaan we die meenemen.